uit Suriname te mogen belichten tijdens carnaval de Curaçao. Bonochi! We nemen u natuurlijk ook mee tijdens de carnavalsoptocht. We gaan verschillende parades bezoeken. Die zullen we dan ook voor u belichten. We laten mooie plekken zien die u eventueel kunt komen bezoeken. Als u ook van plan bent om een tripje te plannen naar Curaçao. En bent u dat niet, dan blijft u ook gewoon lekker aan de buis gekluisterd. Blijft u dan ook vooral kijken naar de STVS. Want dan heeft u gewoon een heel leuk beeld om naar te kijken aankomende dagen. Dus ik zeg welkom bij deze uitzending van de STVS. Let's go, let's party, let's carnaval. Heeft een heleboel leuke plekken om te bezoeken. Noem het maar op, hè. Musea, stranden, maar er zijn natuurlijk ook een heleboel leuke plekken om te bezoeken om de innerlijke mens te voeden. Nou, steeds meer en meer en meer leuke restaurantjes zijn erbij gekomen, leuke cafeetjes zijn erbij gekomen voor jong en oud. Er is wat voor iedereen. Nou, wat een nieuwe horecagelegenheid is, dat is deze gelegenheid. Downtown by 599. Ze zitten niet alleen maar hier, maar ook in Zeelandia. Deze Downtown by 599, die zit hier in het Pietermaai district. En ik moet zeggen, het is een hele gevarieerde kaart. Echt lokale gerechten vind je er niet op. Maar als je nou net even iets anders wil eten dan wat lokaals, nou dan ben je hier bij Downtown by 599 zeker aan het juiste adres. Ik zou zeggen, bon appetit. Net als de voorgaande jaren is CTB, oftewel Curaçao Tourism Board, onze gastheer / gastvrouw. Nou, zij zorgen ervoor dat we de leukste plekjes mogen bezoeken, de verschillende dingen mogen ervaren en dat natuurlijk bij u in de woonkamer mogen brengen. Ik zit nu op dit moment nog gezellig op het terras van Downtown 599 en ik zit hier samen met Elaine Francisca en zij is de regional manager van de Caribbean van CTB al 8 jaar. Ja. Nou ja, dus sowieso, Elaine, weet je ons natuurlijk wel te vertellen over waarom Curaçao nou zo'n leuke plek is om te bezoeken. Vooral ook voor de mensen uit de Caribbean. Ja, zeker. Ja, zeker. Eerst goeiedag, Chantal. Dank je. Voor mij is het een eer om jullie hier te hebben. Bombini. Bombini naar de kijkers die jullie nu hebben. Ik ben al een paar jaren bij CTB. Ik verantwoord de Caribe daar. Dus wij promoten Curaçao in de Caribische eilanden. Aruba, Suriname, Trinidad. Dus Curaçao is echt een hotspot voor de Caribische eilanden. Vooral voor evenementen. Evenementen, even een weekendje weg. Zon, zee, strand, daar zijn we perfect voor. Ja, maar wat maakt nou, want je zei het al, hè, Aruba is ook natuurlijk een eiland. Je hebt Curaçao, je hebt Bonaire, nou de overige eilanden. Wat is het, denken jullie, wat Curaçao heeft, waardoor mensen toch altijd heel graag hier naartoe komen?
Ja, dus het hangt er vanaf van elk regio. Dus bijvoorbeeld we focussen ook in Europa en Noord-Amerika. En daar is het voornamelijk zon, zee en strand. Zoals elk ander Caribisch eiland. Maar in de regio, dus Caribische eilanden, dan promoten we altijd de evenementen, de activiteiten die we hebben. Festivals zoals nu, carnaval, Ceu, al dat soort dingen. Maar ook familiebezoeken, vriendenbezoeken, gewoon een weekendje weg. Dat maakt het altijd anders. En onze historie, onze cultuur, dat maakt het ook heel iets anders dan de andere eilanden. Nou, jij zei het al, een heleboel dingen maakt jullie natuurlijk anders dan de andere eilanden. Wat zeker natuurlijk ook een evenement is om te komen bezoeken, dat is carnaval. Hoe belangrijk is carnaval voor Curaçao en vertaalt dat zich ook voor jullie naar CTB toe? Ja, we kunnen heel erg merken dat in de laatste jaren de groei van internationale bezoekers naar Curaçao voor het carnaval is echt gestegen, enorm. Niet alleen de Caribische eilanden, maar ook de andere regio's. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Dus ja, carnaval is voor ons heel een van de belangrijkste evenementen na de North Sea Jazz, waar we het straks over gaan hebben. Ook al de andere evenementen die we hebben, sportsevenementen, artistieke evenementen. Je hebt de Kaya Kaya Festival, we hebben ook de Blue Seas. Dus al dat soort activiteiten, die trekken vooral de Surinamers ook naar het eiland. Carnaval staat voor de deur. Daarvoor zijn wij. Nou, we zijn voor alle andere mooie dingen van Curaçao gekomen. Maar met name natuurlijk voor carnaval. Wat is de rol van CTB tijdens carnaval? Behalve dat wij natuurlijk een mooie plek daarvoor krijgen. Ja, tuurlijk. Dus wij zijn een partner bij carnaval. En onze rol is om zeker te weten dat onze toeristen ook een goede tijd hebben. En dan ook het promoten van carnaval in de regio. Dat doen wij voor carnaval. Carnaval is echt iets Caribisch. In Suriname zijn we, nee, we zitten niet zo in die carnavalse sfeer. Het is ons niet echt gewoon. Hoe leuk zou het zijn als er een groep uit Suriname zou komen om mee te lopen? Is dat überhaupt mogelijk? We hebben een groep uit Suriname. Dat is dan dit jaar, want vorig jaar was er een heel klein groepje. Wel, die kleine groepje die komt weer en het wordt steeds groter. Dus ze komen al een paar jaren naar Curaçao. Zo hebben we ook groepen uit Venezuela en andere landen die ook meekomen lopen. En daar helpen wij ook een beetje bij om ze hier te krijgen en het helpen van visa en al dat soort dingen. Dus, exactly. Dus we hebben al groepen uit Suriname. Maar er mogen er altijd nog meer bij. Tuurlijk. Ja, toch, ja. Maar je hebt zelf ook, heb je vroeger ook meegelopen? Nooit. Ik heb nooit meegelopen. Ik denk, er komt nu zo'n mooi verhaal uit. Nooit meegelopen. Ze zeggen hier, je bent of een loper of een je staat aan de kant. Ja, ja, of een passieve deelnemer. Ja, ja. Maar als je eenmaal loopt, denk ik, dan ga je voor de rest van je leven lopen. Ja. Maar tot nu toe heb ik dat niet gedaan. Laat me het zo zeggen. Laten we het dan maar zo zien. Je kan ook niet meelopen, want anders kan je ons ook helemaal niet te woord staan. Maar dan ben je natuurlijk hartstikke druk bezig. Wij zijn heel blij dat wij natuurlijk weer mochten komen om dat mooie van Curaçao in beeld te brengen. En natuurlijk voor de mensen thuis te brengen in Suriname en op het wereldwijde web, uiteraard. Maar na carnaval, wat staat er nog te gebeuren hier op Curaçao? Ja, we hebben een heleboel activiteiten. We hebben de Blue Seas Festival in april. Dat is de Semana Santa. We hebben, dat is een van de blues music. En dat is hier in de Pietermaai area. Het is gratis. Je komt hier en dan heb je verschillende stages met performances. Dan heb je de Caribbean Sunsplash in eind mei en 1 juni. Dat is dan ook een soort van Afrobeat music festival. En je hebt natuurlijk ook de Curaçao North Sea Jazz Festival die dit jaar weer doorgaat in eind augustus. Maar sowieso zijn er veel meer, maar ik raad iedereen aan om onze website te bezoeken, curaçao.com. Daarop heb je een events page en daar staan alle activiteiten van elke maand. En dan weet je precies wanneer je hier op Curaçao moet zijn. Of bijna gewoon het hele jaar door kan je hier zijn. Het liefst willen jullie dat we het hele jaar door hier zijn. Het liefst. Jullie zijn van harte welkom hier het hele jaar door.
Kunnen jullie ook, dat weet jij natuurlijk ook, wat zijn nou de periodes of evenementen waarop je ziet dat er ontzettend veel toeristen naar Curaçao komen? Zien jullie daar echt een verschil in wanneer het carnaval is of North Sea Jazz of Blues Festival? Ja, zeker. Suriname is het echt heel, heel erg zichtbaar. Dat zie je dan Semana Santa, dus april, maart, april is er een hele hoge piek. En dan eind september, want dat is jullie vakantieperiode. Ja. En dan heb je ook de North Sea Jazz. Dus die twee periodes zie je echt een hevige piek. En dat is niet alleen nu, dat was ook voor COVID. Zo, dat je dan een hele grote piek ziet van de Surinaamse kant. En dan hebben we gewoon onze, de high seasons en shoulder seasons. Ja, want na COVID hebben we eigenlijk geen low season meer. Ja. Dus het is dan eigenlijk het gehele jaar door. Dit jaar is het echt anders. Vanaf januari tot april zien we de cijfers dat we geen low season hebben. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. En ik moet ook daarbij zeggen dat we vorig jaar een hele grote milestone hebben behaald. We hebben meer dan 580.000 to be exact, stayover toeristen hebben we gehad. Ja, waarvan 9.000 Surinamers. Dus dat is heel groot. En januari alleen, afgelopen januari, hebben we al 60.000 toeristen mogen ontvangen. Dus het gaat super goed hier met toerisme en daar zijn we ontzettend blij mee. Ja, maar voorlopig zijn we allemaal natuurlijk nog van harte welkom hier op Douche Curaçao. Ik dank jou wel, Elaine. In een ander geval, als ik zou weten dat je zou lopen, zou ik zeggen, nou ja, succes met het lopen. En jij moet vast nog een paar veren en glitters gaan opplakken, maar je loopt helemaal niet mee. Nee, ik ga wel veren en glitters op mijn gezicht plakken, maar ik zie je wel langslopen. Ja, zeker. Nogmaals, namens het gehele team van STVS, wat hier is, bedankt voor jullie gastvrijheid. En wij hopen natuurlijk ook dat u vooral lekker afgestemd blijft op de nationale zender, zodat u niets hoeft te missen van dit prachtige Curaçao. Bon manejo. En van de Lin Resort hier op straat. Wij staan langs de route waar de carnavalsparade voorbij zal komen. Niet alleen tijdens de Grand Marcha, dat is zondag aanstaande. Maar waar ook de tienerparade voorbij gaat komen. Want traditiegetrouw voor de Grand Marcha, voor de alle grote parade, is er altijd de tienerparade. Deze is eigenlijk pas in 1999 begonnen. Dus ik denk dat ze zo volgend jaar wel een groot feestje te vieren hebben wat betreft de tienerparade. Nou, het mooie is dat het hier er zo aan toe gaat op Curaçao dat iedereen een standje langs de kant van de weg neer mag zetten. En dit jaar heeft de overheid en de organisatie van carnaval een leuke wedstrijd uitgeschreven. Degene met de mooist versierde stand, die krijgt ook nog eens een leuke prijs. Dus hier en daar zie je ook wel dat mensen enorm hun best hebben gedaan om wat aandacht te trekken van de organisatie. Hopelijk kunnen we nog dat horen wie de winnaar is geworden. En dan krijgt u dat natuurlijk ook mee tijdens één van onze uitzendingen. In afwachting op de groepen die hier voorbij zullen lopen tijdens de tienerparade, heb ik nog even tijd gevonden om nog eventjes een paar vragen te stellen aan de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport. Minister Heijbloem, goedenavond en welkom bij de STVS. Dank u. Heel blij om op de televisie van Suriname te zijn. En ik ga je meteen vertellen waarom. Ik hoef niks meer te vragen. Hit it off. Mijn opa is Surinamer. Ik heb nog steeds familie in Suriname. Ik was vorig jaar als minister ook visite in Suriname. Dus heb ik bij mijn verliefde familie geweest. En Suriname die zit toch in mijn hart. Want ja, mijn opa die was voor mij de role model. Dus ja, zij is het. Dus eigenlijk komt u een beetje thuis. Ja. Om via de televisie dan, om zo maar te zeggen. Ja. Ja, toch? En zeker het eten van Suriname, dat is wat ik elke dag lust. Voor mij kan ik elke dag pam, bami en van alles van Suriname eten. Ja, dat hebben wij en jullie hebben carnaval. Dat hebben wij dan weer niet. Wat maakt carnaval zo bijzonder op Curaçao? Want natuurlijk meerdere eilanden in het Caribisch gebied, ook Latijns-Amerika, Brazilië, staat natuurlijk bekend om carnaval. Wat is nou zo bijzonder aan het carnaval hier op Curaçao? Nou, als je gaat zien, het publiek die leeft mee met het carnaval hier.
Je kan wel zien dat iedereen zijn zandplaats hier maakt, dat ze toch langs de route zitten. En het is een combinatie van fantasie, van de groepen die deelnemen in het carnaval, maar ook het publiek die naast het hele route staat. Dus we werken nu aan het groei, dat wil zeggen van de parade, dat meer groepen gaat meedoen. We gaan dit jaar nog een symposium houden, dat in ieder hun boodschap gaan geven en ieder een opinie gaan geven hoe wij carnaval kunnen verbeteren voor 2025. Om het nog groter te maken? Ja, dat willen we. We komen allemaal als landen en eilanden uit het COVID. Ja. Dus alles moet opnieuw gebeuren. Dus we zijn, deze is onze tweede jaar als na COVID. Dus vandaar dat ik heb besloten dat we dit jaar een symposium gaan houden waar alle stakeholders erbij komen en we gaan discussiëren. Hoe belangrijk is carnaval voor toerisme? Nou, inderdaad. Je zegt, carnaval is een trekpleister voor toerisme. En als er is iets dat goed gaat nu op het eiland, is het toerisme. We krijgen de laatste jaren toch wel heel veel toeristen. Ik kwam net eergisteren uit Nederland. Ik ben geweest voor een gala dinner waar ik een toespraak had moeten houden. Maar het was zo moeilijk om een vlucht naar Nederland te krijgen en ook eentje terug. Want al de vluchten die zijn chockvol. Dus dat geeft toch wel het gevoel dat niet alleen maar uit Europa, maar we zijn ook vanuit Verenigde Staten aan het groeien. Er zijn meer luchtvaartmaatschappijen vanuit Verenigde Staten die naar Curaçao willen vliegen. En dat maakt het ons goed. Dus, en we weten ook nu met carnaval dat er heel veel toerisme is. En zelfs uit Suriname hebben we mensen van Suriname hier. Dus top! Als laatste nog, hoe belangrijk zijn de toeristen uit Suriname voor Curaçao? Want uiteindelijk hebben we begrepen van CTB dat jullie ook toch proberen om die Surinaamse markt wat meer aan te boren, om het zo maar te zeggen, ja. Om meer toerisme uit Suriname te krijgen. Kijk, zoals ik heb gezegd, ik ben opgegroeid in een Surinaamse familie. En ik kan me herinneren, er is hier een club van Surinamers. Ik kan me echt herinneren als kind hoe mijn grootvader ons daar meeneemt. En er was echt een goede band tussen Suriname en Curaçao. Veel Surinamers hier. Ik weet niet wat de reden is dat het niet zo meer is. Maar ik denk dat we moeten dat er weer opbouwen met een goede relatie met Suriname. En dat we dat blijven, dus meer toerisme uit Suriname. Ik ben heel blij dat Suriname Airways de vluchten heeft nu vanaf Suriname naar hier en van hier naar Miami. Maar we hebben ook lokale luchtvaartmaatschappijen die naar Suriname vliegen. We moeten gewoon die band alweer oppakken. We zaten toen der tijd nog in het Koninkrijk. Ja. Maar ik denk die banden en die verleden mogen wij niet vergeten. Mooi. U zei me net dat u ook nog een hele mooie boodschap had voor speciaal de Surinaamse kijkers. Ja, mensen, helaas kan ik geen taki-taki spreken, maar een deel van mijn hart die is in Suriname en een deel op Curaçao. Dus we verwachten dat zodra het mogelijk is dat jullie ons op visite hier komen om het eiland nog te leren kennen. En wij zullen ook werken dat onze mensen Suriname gaan bezichtigen om te kijken het hele, wat het mooie van Suriname ook kan aanbieden. Ik dank jullie voor deze interview. Voor mij is het iets heel moois, want ik herinner mijn grootvader die uit Suriname is overgekomen hier en nog de familie die we daar hebben. Tijdens carnaval hier op Curaçao is het ook gewoon, behalve dat de groepen met de eigen soundtruck rijden, is het ook gewoon dat er bussen, vrachtwagens meegaan met versnaperingen, met drank, alles en nog wat. Het is gewoon eigenlijk een soort van mobiele streetparty. Laten we daar maar op houden. Iedereen heeft ook enorm zijn best gedaan om er heel mooi uit te zien. Dit is traditiegewijs altijd de parade die vooraf gaat voor de Grand Marcha. En die is dan op zondag. Gaat die plaatsvinden. De Tienerparade.
De groepjes zijn ietsjes kleiner. Maar u ziet het, dat mag de pret hier absoluut niet drukken. Carnaval is cultuur, is de Antilliaanse cultuur onder andere. Natuurlijk ook van de rest van de eilanden. Het zit in je bloed, zeggen ze hier ook. Dus misschien denken wij van, hé, waarom dit allemaal? Dit is cultuur, dit is Curaçao. En ze willen heel graag dat iedereen daarvan kan genieten. Het zij hier op straat als actieve deelnemer en het zij ook als passieve deelnemer. Die er aankomt, die een mooie intro ook heeft, is groep Marnix. En dat is het voortgezet beroepsonderwijs. Zoals ik eerder al zei, het zijn niet alleen maar carnavalsverenigingen. Het zijn scholen, buurtverenigingen, vriendengroepen, sportverenigingen die allemaal meedoen aan carnaval. Ik sta naast een oude bekende, Naomi, onze security guard hier tijdens carnaval. Yes. Naomi, er is net een groep voorbij gegaan, daarom ben ik weer even naast je komen staan. Carilibinho heet de groep. Het is een groep, ja, die toch een speciale groep voor jou is. Kan je kort even vertellen wie deze tieners zijn die daarin meelopen? Ja, dit is mijn school waar ik voor werk. En ja, het zijn gewoon hele speciale kinderen. Ze zitten echt in mijn hart. Ze zijn bijna allemaal mijn kinderen. Zonder pijn. Dus maar echt, ze zijn heel speciaal. Ze maken heel veel mee. En bij ons op school krijgen ze toch wel de vrijheid om zichzelf te kunnen uiten en te ontplooien naar een goede toekomst. Ja. Want het is je geeft les, of tenminste je bent begeleider op een school die in een vrij moeilijk gedeelte zit van Curaçao. Qua criminaliteit, bendes, dat soort dingen. De meeste van deze kinderen die in die groep zitten, die zitten bij jou op school. Juist, klopt. Ja. En hoe bijzonder is het dan om ze nu in een hele andere hoedanigheid te zien? Het is heel mooi om te zien, heel mooi. Ja, zeker. Zeker weten. Doe me goed. En zij hebben behalve een soundtruck, ook gewoon zoals wij dat kennen in Suriname, een brassband. Yeah.
Wat betreft de Tina Parade 2024 tijdens de carnavalsperiode 2024. U heeft een aantal van de groepen gezien. U heeft ook gezien dat ze er allemaal prachtig uitzien. Kosten nog moeite zijn gespaard. Het leuke is dat het scholen zijn, carnavalsverenigingen zijn, vriendengroepen zijn, buurtgroepen zijn, van alles en nog wat. Wat ook bijzonder is, is dat al deze groepen bekostigen alles zelf. Van de soundtruck tot de versnaperingen, tot de kostuums. Alles, maar dan ook alles doen ze eraan om helemaal goed voorbereid en aan de carnaval te kunnen deelnemen. U moet nagaan dat carnaval straks is afgelopen en dan begint meteen weer de voorbereiding voor 2025. Ik zei het eerder al, carnaval is niet zomaar een leuke streetparty waar iedereen verkleed is. Carnaval zit in het bloed hier op Curaçao. Carnaval is cultuur en carnaval zal nooit meer weggaan. Wij gaan wel eventjes weg. Wij komen dan weer bij u terug tijdens de Gran Marcha, oftewel de grote carnavalsparade. U hoeft daar helemaal niks van te missen als u gewoon lekker afgestemd blijft op de nationale zender. Vanaf deze plek groet ik en zeg ik tot de volgende parade. Uit Suriname te mogen belichten tijdens carnaval te Curaçao. Buenos días.